Goedemorgen lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Zijn we weer, zonder morgenpraat. Lekker gelopen. Oh, raam beginnen al te beslaan. Ben we later begonnen vandaag met lopen. We waren vandaag vrij van het voetballen. Na zover vrij is afgelast. Er waren wat dingetjes. Dus de wedstrijd is afgelast. Dan blijft er tijd over. Kan ik iets later beginnen met lopen. En op zich kwam er wel goed uit, nou in zoverre. Gisteren bij kennissen, die ging met het bedrijf overhuizen, of tenminste met het magazijn van het bedrijf overhuizen van Nijmegen naar Kuik. En dat hadden ze gevraagd om mee te helpen. Nou, gisteren hadden we in ieder geval met de dames, omdat we gewoon vrij waren. Aanstaande maandag heb ik een bekerwedstrijd, oftewel morgen een bekerwedstrijd. En dus toen kon ik mee helpen om het magazijn te gaan verhuizen. Nou, hebben we in Kuik gestaan. Waar het magazijn uiteindelijk komt. En dan is de wagens ontvangen. Ze hadden drie bakwagens en één vrachtwagen hadden ze lopen. Nou ja, en dan is het aankomen, uitruimen, het magazijn neerzetten. Of in het magazijn neerzetten en dan de volgende. En dat ging de hele dag door, van morgen 7 tot 5 uur. 5 uur waren we klaar. Dus het was netjes en 10 uur tijd. Zo'n flink magazijn overhuizen. Met allemaal meubels. Tafels, stoelen, banken, salontafels, noem maar op, alles. Hele rattenplan. En dan merk ik toch wel dat er wat spiertjes gebruikt worden die je normaal gesproken niet zo heel erg vaak gebruikt. En dat is dan dat is dan ook wel eventjes een raar gevoel dat je dan op bepaalde delen van je lichaam wat spierpijn hebt. Ken beun. Goed, ook heeft het natuurlijk een beetje invloed op het lopen nu. Want je hebt toch een behoorlijke fysieke inspanning geleverd. Dus ik heb vandaag, vier rondjes vandaag. Tijd ook niet al te best, maar ik heb ze wel gedaan. En daar gaat het om. En daar gaat het om, dat ik toch die zondagmorgen erin blijf houden. Zoveel mogelijk. Daar ga ik even kijken of ik nog wat oefeningen kan doen. Nou, we zijn natuurlijk vandaag ook weer Formule 1, Max, die vanmiddag moet. Dus, mijn zoon die gaat een weekje op vakantie. Vanuit school gaan ze een weekje naar Gran Canaria. Dus ik ben benieuwd hoe dat hij het gaat vinden. Dus niet de eerste keer dat hij weg gaat met school, maar wel de eerste keer voor een hele week. Is een keer weg geweest met een weekendje naar Parijs. Nou, goed, dat is op zaterdagmorgen vertrekken en op zondagavond terugkomen. Maar nu is het echt vanavond of vanmiddag moeten we naar Wezen brengen, vliegveld in Duitsland. En dan volgende week zaterdag of zondag, nee volgende week zondag komt hij terug. Dus een hele week. Ik ben benieuwd. Wel heel veel activiteiten die gepland staan. Hij doet natuurlijk de opleiding bewegingsagoog. Dus heel veel met sport en spel. Ook samen dingen doen. Dus, ik ben benieuwd. Gran Canaria. Ik ben er nooit geweest. Natuurlijk wel een keer in Spanje en zo, maar Gran Canaria zelf niet. Maar ja, nu in ieder geval. Nou, de rest van de dag rustig aan, een beetje chillen. Een beetje kleine dingetjes doen thuis dadelijk. Misschien nog wel. Ik weet het niet. De planning had ik gevraagd om misschien naar Utrecht te gaan. Ja, dat kan dus niet, omdat we natuurlijk Dunkerweg moesten brengen. Zou even naar schoonvader kunnen gaan in Utrecht. Maar dat moeten we allemaal weer een andere keer doen. Het zij zo. Ja.
werk druk geweest. Dan krijg je nog drukker. Maar aan de andere kant, natuurlijk nog even afwachten wat de nieuwe maatregelen allemaal gaan doen. We hebben natuurlijk veel scholen en kantoorpandjes. Als daar weer zeggen van scholen moeten we dicht, ja, dan hebben we ook weer wat minder druk op het werk. Als een kantoorpandje dicht gaan, ook minder druk op het werk. Dus ja. Maar goed, wij blijven wel werk houden. Zoals ik al een paar keer heb aangegeven en mijn zondagmorgen praat. Het werk wat ik doe blijft gewoon doorgaan. Er zijn gewoon mensen, je hebt gewoon wc-papier nodig. En je hebt gewoon, uiteindelijk als je een contract hebt met schoonloopmatten, ja, die worden uiteindelijk ook gewoon vies. Misschien wel iets later vies, maar ze worden ook gewoon vies. Ze moeten ook gewoon gewisseld worden. Dat staat in het contract. En dan moet je gewoon aan voldoen. Zo simpel is het gewoon. Maar goed, dan gaan we eens even afwachten hoe dat verder gaat lopen. Dus voor de rest zou ik dan in ieder geval zeggen van fijne zondag nog. Afhankelijk van wanneer je kijkt, houd het op in ieder geval. Ik hoop dat je in ieder geval genoten hebt van dit praatje. Niet al te ingewikkeld praatje vandaag. Ik wil het ook niet ingewikkeld maken, ik wil ook niet statements gaan maken over corona of wat dan ook. Ik heb er mijn gedachten bij, iedereen heeft een eigen gedachte erbij. Een eigen visie daarin. Respecteer nooit van elkaar, dat is het enige wat ik het gewoon zeg. Als iemand anders een prik wel wil, goed doen. Als iemand de prik niet wil, een beetje laat het. Als je dan gaat kijken naar van alles, je hebt natuurlijk voor's en tegens. Ja, het is bizar. Het is echt bizar in de tijd waarin we leven. Het accepteren van elkaar, van mekaars keuzes, het zit er niet meer in. En iedere keer dan die beschuldigende vingertjes daar naartoe. Dat vind ik dan wel weer jammer. Dat vind ik dan wel weer jammer. Maar goed, we zullen er doorheen moeten, door die zure appel. Komt goed. Mensen, komt goed. Ik vertrouw erop dat het uiteindelijk wel weer zijn vervolg gaat lopen. Maar dit wat we nu hebben, daar komen we niet meer vanaf. Dit blijft. De situatie die we nu hebben is vrijwel gelijk met vorig jaar. Vorig jaar na de zomer begon het allemaal weer op te trekken. Toen kwamen we die mondkapjes, toen werd het alleen maar nog erger. In de besmettingscijfers. Toen gingen we lockdowns krijgen, ging alles weer dicht, kom weer in het voorjaar, alles gaat weer open, ramen open, mensen komen weer buiten. Gaan weer, het mondkapje gaat vaak af omdat je eens buiten bent. En dan gaan de ziektekiemen weer uit je lichaam. Om dus verkouden te worden, om griep te krijgen, om noem maar op, mogelijk corona te krijgen, omdat alles weer doorgaat. Je zit niet meer in het hokje. En natuurlijk, die anderhalve meter is dan niet meer te waarborgen. Zoals ik al zeg, ik probeer natuurlijk ook zoveel mogelijk wel aan die regels te houden, de anderhalve meter. Het is niet zo dat ik helemaal niks daarmee doe. Ik probeer ook anderhalve meter aan te houden waar ik denk dat het nodig is. Met mijn werk probeer ik zoveel mogelijk rekening mee te houden. Ik doe ook helemaal niet moeilijk over het wel of niet dragen van mondkapje. Ik doe het gewoon. Oké. Door de tijd vergeet ik soms wel eens. Maar goed, dan is het eventjes een mondkapje op en dan gewoon zonder mok en morren. Klaar, daar doe ik helemaal niet moeilijk over. Maar ja, het is wel een 1-op-1. Het is gewoon, hij is gewoon gekopieerd van vorig jaar, dit wat we nu hebben. Maar, daar zeg ik wel bij, hoe kan het dan? Hoe kan het dan? Ik weet het niet. Laat het maar niet meer invullen. Ik ga erover stoppen. Ik zou in ieder geval zeggen van, blauw duimpje omhoog. Als je dit toch nog leuk vindt, ondanks dan dat we toch een klein beetje een corona dingetje aan het bespreken zijn. En dan graag abonneren op dit kanaal. Dan zien we de volgende week weer terug. Zondagmorgen praat. Hij is wel leuk. Dat ik hem misschien niet helemaal leuk breng. Soms. Oké. Serieus. Kan ook wel eens een keer goed zijn. Maar goed, hey. Volgende keer weer. Blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Helemaal top. Ik zeg, ciao.